Goedemiddag, ik ben Petra van We Love Misses. Vandaag zijn we hier te gast in dit mooie hotel in Utrecht om de finale bij te wonen van Miss Wellness Beauty Nederland. Vandaag samen om de ambassadrice te kiezen van Miss Wellness Beauty Nederland 2014. De eerste keer dat deze verkiezing georganiseerd wordt, maar eigenlijk een heel belangrijke verkiezing voor de sector van de beauty en de wellness. Het is zo, wij zijn hier vandaag met een zeer dynamische top 3 meisjes, waar wij vanmiddag de ambassadrice gaan uitkiezen. Deze drie dames hebben een heel boeiend jaar achter de rug, met acte de présence, fotoshoots, activiteiten, workshops en trainingen. Nu, vandaag is het voor hen heel spannend. Een van hen krijgt de titel van Miss Wellness Beauty Nederland 2014. Maar dit werd natuurlijk voorafgegaan door een jury. Deze jury heeft hier vanmiddag toch wel een spannende periode achter de rug. Want zij moesten eigenlijk de mondelinge proef van de dames gaan jureren. Zijnde de voorstelling van een mediaboek. Wat hebben zij meegemaakt? Hoe hebben zij hun deelname aan de verkiezing gepromoot? En ook eigenlijk een promoactie voor onze hoofdsponsor Jellish moesten zij gaan inkaderen voor de jury. Daarnaast hadden zij ook nog een schriftelijk examen, heel belangrijk, over de sector van de wellness en de beauty. Ik roep graag enkele juryleden naar voren en als eerste zat Daisy de Koman, organisatrice van Miss Wellness Beauty in Nederland 2014. Het is een mooie periode voor jou geweest. Hoe heb je vandaag ervaren? Vandaag was eigenlijk heel spannend. Naast het schriftelijk examen, wat blijkbaar toch niet zo makkelijk was, hebben de meisjes dan ook een eindwerk, de promoactie voor onze hoofdsponsor Jerry's, naar voren gebracht. We hebben drie verschillende type presentaties gezien. Heel boeiend, heel creatief, fantastisch wat die drie dames toch gepresteerd hebben. We waren eigenlijk met verstomming geslagen. En op basis van dit schriftelijk examen, dat ook het eindwerk, ook de Facebook-actie, de fotoshoot-punten die we gekregen hebben door onze mediapartner, hebben we eigenlijk een totaal puntenscore gemaakt en gaan wij zelfs bekendmaken wie eigenlijk de winnaar is. Daisy, als ik hoor een schriftelijk examen of eigenlijk een sponsor gaan promoten, wat is het belangrijkste voor jou in deze verkiezing? De ambassadrice moet vooral er staan. Ze moet zichzelf naar voren kunnen brengen. Ze moet ook het product of de wellness en beauty sector in het geheel plaatje kunnen vertegenwoordigen. Dus ze moet het bekijken in het totaalpakket. Uiteraard is présence ook belangrijk, maar toch een goede vaardigheid, taalvaardigheid is ook heel belangrijk. Dankjewel, Daisy. Wij zijn benieuwd wat we gaan deze samens zelfs zelf ontmoeten, dames. Als tweede jurylid roep ik graag Miranda daarvoor. Zij is een echte vakexperte in de wereld van beauty en wellness. Mag ik, Miranda? Jij bent een echte vakexperte. Wat is voor jou het belangrijkste bij de verkiezing van ambassadrice van de sector? Nou, ik hoop dat ze echt een mannetje staan en dat ze echt de boel goed kunnen promoten. En als je dat al kan doen, dan ben je al een heel eind. Je zegt altijd dat de Nederlanders iets mondiger zijn dan de Belgen, dus dat zit wel snel, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Dank je wel. De volgende die ik graag naar voren roep, dat zijn de dames van Jellish, onze hoofdsponsor, die deze middag ook in de jury gezeten heeft. Alle drie? Alle drie de dames, alsjeblieft. Goedemiddag. Jullie hebben in de jury gezeteld. Wat was de eerste indruk? Er waren natuurlijk niet
niet zoveel dames, maar de kwaliteit en wat ze neergezet hebben vanmiddag was echt enorm hoog. Daar waren we echt heel enthousiast over. Dankjewel. Nu, buurzaam is een belangrijk aspect in de wereld van de beauty en de wellness. Denken jullie dat zo'n ambassadrice een toegevoegde meerwaarde gaat zijn, aan de sector en dat jullie deze eigenlijk echt wel op gaan kunnen inzetten? Ja, dat denken wij wel. Als goede vaardigheden beschikt zoals wij ze vanmiddag hebben gezien, zullen wij daar zeker een heel goede ambassadrice uit kunnen halen. Ja. Nu, ze hebben ook een promoactie moeten voorbereiden. Hoe ziet de rest van het jaar eruit? Gaan jullie producten nog kunnen voorstellen aan de hand van de ambassadrice en Eva? Ja, zeker. Dat gaan we ze zeker laten doen. Door middel van beurzen en activiteiten, evenementen waar we ze bij in kunnen zetten, gaan we ze wel ook met Jellies laten werken. Perfect, dankjewel. Goed, dames en heren. Ik heb jullie lang genoeg bezig gehouden met mijn intro en met de jury. Graag roep ik de dames naar voren voor een korte voorstelling. Maar ik begin met Ilse van Dalen. Ilse draagt, net zoals andere dames, een creatie van Marie Miro, ook onze sponsor. Ilse, goedemiddag. Goedemiddag. Zie ik daar een beetje spanning in je ogen? Een beetje toch wel, ik denk dat het normaal is vandaag. Zeker. Ik ga je kort vragen om jou even voor te stellen aan ons publiek. Ik ben Ilse van Dalen. Ik ben 36 jaar, moeder van twee kindjes. En ik ben eigenaresse van een nagelstudio in Zeeland. Daarnaast verdiep ik mij in voedingsleer. En er staat nog heel wat op het programma voor mij om daar ook omtrent opleidingen voor te volgen. En ook in een nagelstudio heb ik nog heel veel plannen. Dus, ik hoop op een positieve uitslag vandaag. Dankjewel. Ik hoor hier Daisy praten over het examen. Dat examen, was dat voor jou parate kennis of heb je toch wel diep moeten graven? Er waren een aantal vragen die voor mij behoorlijk makkelijk waren. Maar er waren ook een paar tussen die dan weer wat dieper gegraven moeten worden. Want ik zit natuurlijk in één stijl. En ja, het is uiteraard, kan je niet alles weten, dus je moet toch voor bepaalde dingen dan toch even op je kennis van vroeger terugvallen. Maar het is gelukt, denk ik. Dankjewel, Ilse. Nog een laatste vraag voor jou. Wat is voor jou het sterke punt om de ambassadrice gekozen te worden vanavond? Je bedoelt waarom ik het leuk zou vinden? Ja, het is gewoon mijn passie, deze sector. Ik hoop dat dat ook duidelijk geworden is de afgelopen 7 maanden. Ik heb hier heel hard voor gewerkt. En ik heb steeds mijn grenzen verlegd en ik heb ook ontdekt dat het ook echt is wat ik wil. En waar ik in verder wil. En daarom hoop ik dat ik een meerwaarde kan geven aan deze sector. Dankjewel, Lisa. Tot straks. Als tweede kandidaat roep ik graag Cheryl Dadjunat naar voren met een applaus voor haar. Dag Cheryl, goedemiddag. Mag je kort even voorstellen aan het publiek? Hallo, mijn naam is Cheryl Dadjunat. Ik ben stylist en docent op het gebied van nagels, haar en make-up. Dankjewel. Ik hoor en ik zie dat je veel sponsors bij hebt. Zo'n warm onthaal is wel belangrijk als ambassadrice. Moest jij je vanavond gekroond worden, ga je persoonlijk omgaan met de sponsors? Is dat een doel van jou om echt met heel veel mensen kennis te maken en zo jouw eigen kennis even te gaan verrijken? Nou, ik wil zeker verder gaan met de sponsor, maar ook met alle mensen die ik tijdens deze verkiezing heb leren kennen. Dat geldt ook voor mijn beide collega's waarmee ik hier vanavond sta. En met de organisatie en zeker ook met Jellies. En ik hoop ook met veel meer uiteraard. Dankjewel. Wat was voor jou het mooiste moment van de voorbije maanden? Het mooiste moment tijdens deze verkiezing? Ik denk toch wel 2 momenten. En dat is de halve finale show. Zeker dat je hoort dat je door mag naar de finale. Maar ook de opdracht naar Jellies vond ik een leuke opdracht om te doen. Dankjewel, Sharon. Graag de laatste stralende dame op het podium voor Cheryl Verheul.
Goedemiddag, Sherelle. Stel je maar kort even voor aan het publiek. Mijn naam is Sherelle, ik kom uit Houten, ik ben 22 jaar en ik heb eigen schoonheidssalon en nagelstudio in Houten. Dankjewel, Sherelle. Wat heb je bijgeleerd tijdens deze verkiezing? Vooral op sociaal gebied, netwerken, dat heb ik veel bijgeleerd omdat ik sinds een jaar pas mijn salon heb. Veel connecties gelegd met bedrijven, leveranciers en mijn mede-collega's in de beautybranche. Dat klinkt alvast heel belangrijk voor de rol van ambassadrice. Heb jij nieuwe interesses ontdekt? Fysiologie. Ik heb geleerd om meer met fysiologie te werken. Deze opleiding volg bij Cheryl en ik voel dat het in mijn handen ligt. Goed, als ambassadrice zeker de mogelijkheid voor krijgen. Dankjewel dames en graag tot straks. Dames en heren, deze drie dames gaan met toch wel een indrukwekkend prijspakket naar huis. Dat is een prijspakket voor de winnares, de ambassadrice van de beauty en wellness sector van €1500. Voor de eerste eredame is dat €1200, voor de tweede eredame €1000. Daar zitten prijzen in van Jellish, Linga Vita, Lanza, We Love Misses, ERM Media Sites, Marie Miro en Je Suis. Nu, een verkiezing wordt eigenlijk mogelijk gemaakt door een sterke organisatie, maar ook vooral door sterke sponsors. Daarom roep ik graag de hoofdsponsor Jellish naar voren voor enkele kleine toelichtingen. Goedemiddag. Ik ben eigenlijk een leek in de beauty en de wellness sector. Ik hoop dat jij mij kan duidelijk maken wat Jellish namens nu eigenlijk zijn. Allereerst wil ik jullie allemaal goedemiddag heten. Waarom zijn wij hoofdsponsor van de Miss Beauty Wellness? Het gebeuren en in één. Wij vinden dat Jellish heel goed aansluit bij de wensen van de Miss Beauty Wellness. Miss. Ik denk dat jullie allemaal wel de naam Jellish al vaker voorbij hebben zien komen en heel veel gehoord hebben. Maar dat jullie nog niet precies weten wat Jellish nou eigenlijk inhoudt. Jellish is een soak of gel polish voor in de schoonheidssalon, in de nagelsalon en in de kapsalon. Dus sluit perfect aan in deze branche. Vooral is het heel erg belangrijk dat een schoonheidssalon werkt heel erg op een natuurlijke basis. Jellish werkt daarin ook op een natuurlijke basis. Het is een soak of gel polish, dus niet schadelijk voor de natuurlijke nagel. Waarom wij verder de Miss Beauty Wellness gesponsord hebben is omdat wij denken dat degene die ons gaat vertegenwoordigen ons kan helpen met de promotie voor zowel een nagelstudio, een kapsalon en een schoonheidssalon. En dat er nog heel veel mensen niet bekend zijn met Jellish en onze vertegenwoordigster ons daar heel goed in kan helpen. Om eventjes duidelijk te maken wat Jellish nou precies is en dat jullie ook kunnen beleven wat wij beleven, heb ik een klein filmpje. Ik weet niet of dat hij er al is. Dus kijk er even naar. Ambassadrice, ter waarde van? De ambassadrice krijgt een waardebon ter waarde van €250. Daarin kan ze natuurlijk ook kiezen voor een ledlamp. Dat is ons paradepaardje waarmee heel snel gewerkt kan worden. Een behandeling in 30 minuten. Gedaan kan worden en wat steeds populairder wordt en die zal verloot worden. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ziezo, onze tweede hoofdsponsor Linga Vita kon er vandaag niet bij zijn. Linga Vita is een sponsor die gaat met dieetprogramma's en eigenlijk creatief koken om een totaalpakket te hebben qua voedingsprogramma om gezonder in het lichaam te kunnen leven. De derde sponsor roep ik graag even naar voren, dus Aglaya van Focalpoint. Jullie passie zijn, wat is het belangrijkste in deze collectie? Het belangrijkste is eigenlijk over detail. Dus veel, we gebruiken veel pailletten en echt ja, veel detail. Schitterend in het publiek dus. Mag ik nog vragen, je hebt deze collectie eigenlijk volledig helemaal beheerd. Wat is jouw motto om dit ten berde te brengen? Een vrouw mag een vrouw zijn, dus echt vrouwelijke vormen en je mag weten. Dankjewel. Oké, dankjewel. Bekend zijn, de jury heeft beraadslaagd. En de winnares is ondertussen bekend.
Eén van jullie drie mag een jaar lang de kroon, het lint en de titel dragen van Miss Wellness Beauty Nederland 2014. Voel je emoties op dit laatste moment? Heel veel. Ik heb echt een adrenaline stoot in mijn lijf. Ik heb je heel kort ontmoet. Je bent een heel emotioneel persoon. Je hebt er echt wel van genoten van deze periode. Absoluut. Ik heb veel van geleerd. Ik heb er met 100% van genoten. Ja. Dankjewel. Ik zit al een tijdje in de wereld van de misswereld. Als ik daarna met de dames spreek, en zeker op zo'n emotioneel moment als bekendmaking, hoor ik heel vaak, ik heb er heel veel van bijgeleerd, maar vooral heel veel mensen leren kennen. En de meisjes met wie ik dit avontuur meegemaakt heb, liggen mij nou aan het hart. Gaan jullie elkaar nog vaak terugzien, Jelle? Zeker weten, absoluut. Ja. Oké. Ik heb voor jou nog een laatste vraag. Het is voor iedere meisje de droom om zo'n mooie jurk te gaan dragen. Ga je hierna nog aan de misverkiezing meedoen voor de ervaring, voor de show? Dat ligt eraan welk doel ik zou willen bereiken. Dit doel heb ik kunnen bereiken. Ik heb mijn salon goed in de picture kunnen zetten. Dus wie weet. Dankjewel. Dames, veel succes. En ik roep graag even Rudy naar voren. Rudy die volop foto's aan het trekken is voor de ERM Media site. Dat toestelletje mag je inderdaad niet laten vallen. Rudy, ik ken jou als partner van Miss Wellness Beauty in Nederland en België. Wat is ERM eigenlijk? Dat is de afkorting van Eekman, Rudy Maro. Oké, waarom moeten de mensen surfen naar de site van ERM Media Site? Om verbeterd Miss Wellness Beauty Power in Nederland te volgen. En ook een beetje showbiz, sportwedstrijden, een beetje van alles. Oké, als vaste partner van deze verkiezing ga je ook een prijs gaan schenken, de ERM Award. Kan je mij kort even toelichten wat het inhoudt? Die award is voor de dame die voor mij de meeste indruk gemaakt heeft. Dat lijkt mij geen evidente keuze. Vanaf de persvoorstelling was ik al zeker van best. Dat is duidelijk. Rudy, wat houdt deze award juist in? Dat is een fotoshoot, dat is een kleedje en een bikini als ik me niet vergis. Eerst heb ik een award die ik straks gaan uitreiken. Een 5-jaar model voor mijn kalender voor het goede doel. 2 bikinis van Pax, een standkleedje van Pax, een fotoshoot als model van de maand en een als model aan de kijker. Dat is een mooie promotie. Rudy, wat mij betreft mag je deze award nu gaan uitreiken aan de dames. Het gezicht van ERM van Miss Wellness Beauty Nederland 2014. Wij zouden zo hebben. Dankjewel. Proficiat. Natuurlijk.
heeft net het gebeuren gemist. Op vrijdag 3 tot 3. Heeft u de verkiezingen een beetje gevolgd? Wel, ik heb het wel gevolgd. Nu kan het nog iets minder omdat ik iets later in kom. Maar met de halve finale was het al wel. En ja, het is super. Het is een top, heel tof initiatief. Het zijn heel veel heel leuke en toffe mensen die ik kennen. Ik denk dat we daar wel mee kunnen. Zo'n ambassadrice die gaat jullie kunnen vertegenwoordigen op de Beurzen en op de evenementen. Jullie hebben daar wel de plannen voor? We zijn met heel veel dingen bezig, dus ik denk dat het zeker van pas gaat komen in alle richtingen. Dus we zien er nog uit, zeker. Dan laat ik jullie tot die feliciteren aan Van Lanza. Proficiat met jouw nieuwe titel van Miss Wellness Beauty Nederland. De eerste hier in Nederland. Hoe voel jij je daarbij? Ja, ik voel mij helemaal super op het moment. Er valt heel veel spanning van me af. En ja, je hebt hier toch een hele periode naartoe gewerkt. En als dan blijkt dat je de winnaar bent, dat is toch wel een heel mooi moment natuurlijk. Ja. Wat betekent het winnen van die titel eigenlijk voor jou? Voor mij persoonlijk hoop ik dat ik mijn netwerk heel erg kan vergroten. Zodanig dat ik ook in mijn salon daar voordeel uit haal. Want dat was de opzet natuurlijk. En verder ben ik gewoon heel benieuwd wat voor uitdagingen er nog liggen. En wat voor opdrachten ik ga moeten vervullen. Want ja, er ligt nog heel veel open. Een aantal maanden geleden hadden we een halve finale met 20-tal kandidaten. Er bleven er 10 over. En jullie zijn uiteindelijk maar met 3 in de finale gestapt. En er is het een en het ander gebeurd. Wat vind je daarvan dat die kandidaten afgehaakt hebben? Ja, ik ben van mening dat je in alles wat je doet een verantwoording neemt die waar je zelf voor kiest. We zijn allemaal volwassen en ik denk dat het goed is dat je die dan ook afmaakt op welke manier dan ook. En ja, dat is mijn persoonlijke visie daarop. En ik ben blij dat ik erin gebleven ben en dat ik het goed heb geëindigd. Wat zou je andere kandidaten, nieuwe, voor de volgende lichting aanraden om mee te doen? Ja, ik wel. Ik denk dat je er heel veel van opsteekt. Het is niet altijd makkelijk. Je moet er ook heel veel voor doen. Het komt niet aanwaaien, maar het is een persoonlijke ontwikkeling. En het is een kans om andere mensen te ontmoeten en om toch te netwerken. En dat is heel belangrijk in deze tijd. We hebben jou in het verleden regelmatig op andere verkiezingen gezien. Gaat dat zo blijven? Gaan we je nog tegenkomen? In België ook, op de volgende finale bijvoorbeeld van de Miss Wellness Beauty België? Ja, daar zal ik zeker aanwezig zijn. Ik ben tot nu toe eigenlijk overal geweest waar ik kon zijn. Dus ik ga het gewoon verder zetten en ik sta tot het einde paraat. Dus ik denk dat je me nog vaker zult zien. Dat zou leuk zijn. Tot binnenkort dan, hè. Dag. Dankjewel. Dag Charelle. Proficiat met jouw nieuwe titel, tweede eredame. Hoe voel je je daarmee? Goed. Lekker. Ik ben blij dat ik het afgemaakt heb en dat we het allemaal, dat ik met samen met mijn mede-collega's hier heb mogen staan vanavond. En ik ben er hartstikke blij mee. Ik ben gelukkig. Je straalt ook. Het is te zien dat je gelukkig bent. Hoe is jouw deelname geweest voor jou? Hoe heb je dat beleefd? Ik heb het gedaan het meest om mijn zaken in de picture te zetten en mij aan te kondigen in mijn omgeving als Miss Wellness Beauty. En zo heb ik het doorlopen. Leuke opdrachten hebben we gedaan, leuke fotoshoots hebben we gedaan en superleuk, leuke ervaring. Zou je het aanraden aan andere meisjes om deel te nemen uit deze zak? Als ze uit deze branche komen inderdaad, van de wellness, zou ik ze het zeker aanraden om inderdaad mee te gaan doen. Dus de kandidaten die afgehaakt hebben na de halve finale, die hebben ongelijk volgens jou? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Begrijp je hun reactie? Aan de ene kant kan ik het wel begrijpen.
aan de andere kant vind ik het niet volwassen. En ja, dan begrijp ik het ook weer aan de andere kant weer niet. Dus ik laat iedereen aan zijn eigen keuze en hun hebben die kant gekozen. Dus ik hoop dat ze daar tevreden mee zijn. Maar jij bent heel tevreden met jouw derde plaats. We zien het. Heel hartelijk bedankt voor het interview. En misschien tot dat we elkaar nog eens tegenkomen op een verkiezing. Hè? Graag. Misschien. Wie weet. Fijne avond. Dag Cheryl. Proficiat met jouw titel van eerste eredame. Dank u wel. In deze nieuwe Nederlandse verkiezing. Hoe voel je je erbij? Ja, het was heel spannend. En een voldaan gevoel. Ja. Ja. Je hebt er geen spijt van dat je het kroontje niet gewonnen hebt? Ik vind het jammer, natuurlijk. Natuurlijk zou je graag een eerste plaats willen halen. Maar ik ben tevreden met de tweede plaats. En zeker Ilse heeft het ontzettend goed gedaan. Absoluut. Ze verdient het. Heb je genoten van je deelname? Ja. Ja. Ja, natuurlijk is het met ups en downs. Want het is een proces wat best wel een tijdje duurt. En het is ook best veel. Naast je gewone werk en het gezin. Maar het was ontzettend leuk om te doen en een leuke ervaring. En vandaag was gewoon de climax. En dan is het weer oké. Wat was voor jou de leukste moment tijdens deze verkiezing? De halve finale show. Dat vond ik wel een hele leuke ervaring. Samen met al die andere dames achter de coulissen en eigenlijk de hele dag door. En de opdracht van vandaag voor Jealous vond ik echt een hele leuke opdracht om te doen. Ja. Heb je er spijt van dat je niet zo'n finale gehad hebt zoals die halve finale geweest is? Door het afhaken van een aantal meisjes? Ja, die halve finale, dat was echt wel een beleving van een hele dag. Maar dit is ook leuk. Dit is wat compacter en wat kleiner. Maar daardoor wel wat intenser misschien. Ja. Ja, nee. Zou je het andere mensen ook aanraden om deel te nemen aan deze verkiezing? Als er volgend jaar een nieuwe uitgeschreven wordt? Ja, zeker. Waarom niet? Absoluut. Want je leert gewoon nieuwe mensen kennen. Het is een nieuwe ervaring. Je houdt er even de spiegel voor jezelf. En dan blijf je scherp van. Ja, absoluut. Ja. Meisjes die afgehaakt hebben, hebben volgens jou wel ongelijk gehad. Ja. 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 Ja, zonde. Ik vind het ook jammer. Ik had graag ook met hun verder de competitie gedaan. Maar ik vind het jammer. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, jij bent een doorzetter. Je hebt doorgedaan tot op het einde. Je hebt een fantastisch prijzenpakket gekregen. Ja. Het was ook heel leuk om jou te leren kennen. We hebben samen al eens een shoot gedaan. En die was ook heel goed meegevallen. Super. Vond je er zelf van? De shoot die we samen gedaan hebben? Ja, superleuk. Vond het ook leuk. Ja, misschien ook wel juist door de rust. Maar ook de locatie en met elkaar. Ja, leuk. Ja. Goed, ik wens je nog heel veel succes in jouw toekomstige loopbaan. Misschien komen we elkaar nog eens tegen op de een of andere verkiezing. En doet het goed, hè? Geniet er vooral van. Hè? Ja, ga ik doen. Bedankt. Ja. Dag Daisy, jij bent de organisatrice van Miss Wellness Beauty Nederland. Hoe is het voor jou geweest, deze eerste editie? Best spannend, heel intensief. Een jaar zwoegen, een jaar hard werken. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat vandaag het verdict is gevallen. En vandaag drie klassevolle dames met de titel. Tweede eredame, eerste eredame. En Miss Wellness Beauty Nederland 2014 naar huis gaan. Ik ben heel fier. Wat vind je van Ilse die het kroontje gewonnen heeft? Ilse is net eigenlijk zoals de andere twee kandidaten heel gedreven, maar dat was toch dat tikkeltje meer. Zij heeft meer het potentieel om op mensen af te stappen en heel toch gedreven en ja, eigenlijk haar ding te doen zonder om te kijken naar andere mensen, wat ze van in het begin ook gedaan heeft, waar ze in het begin ook wel een beetje kritiek voor gekregen heeft, maar ze is eigenlijk heel gedreven en ik denk dat ze een sterke man achter haar staan heeft, want die moet haar enorm gesteund hebben om zo in zo'n snelle vaart dit parcours af te leggen. Dit traject is niet over rozen gegaan. Het is niet zo gemakkelijk geweest. Hè. We hebben een halve finale gehad. Begonnen met 20 kandidaten. Er zouden er 10 naar de finale gegaan zijn. Maar daar is even een kink in de kabel gekomen. Hoe voelt dat voor jou? Het is gebeurd. Kun je niet omkeren. Je hebt een jaar gewerkt. Het is moeilijk om het te begrijpen. Maar ik denk dat we te maken hebben met een andere cultuur. Hoe raar het ook klinkt. België tegenover Nederland is niet hetzelfde karakter. Ondanks dat er heel veel toffe, leuke meiden in de groep zaten. Maar het is een iets wat andere ervaring geweest dan in België. En ik denk dat we het gewoon moeten aanvaarden dat het een tikkeltje anders ligt. In België hebben we ook heel wat meer verkiezingen. Dat leeft harder.
En misschien zijn de mensen in Nederland iets wat sceptischer, iets wat kritischer geweest van oei, wat is dit nu, wat gaan we nu allemaal mee beleven. Maar uiteindelijk, als ik nu kijk naar het resultaat van vandaag, drie dames hebben een eretitel, levenslange eretitel, dus ik denk dat er nog wel potentieel in zit voor in de toekomst. Ik moet zeggen, ik heb aan alle drie de dames de vraag gesteld of dat ze, wat dat ze ervan vonden dat er een aantal meisjes afgehaakt hadden. En ze hebben mij toch allemaal gezegd dat ze vonden dat het ook niet was hun keuze, maar dat ze dat toch spijtig vonden dat die afgehaakt hadden, want dat dit toch echt wel een belevenis is. En ben je van plan om het volgend jaar opnieuw te doen? Nu hebben we dit mooi afgewerkt. We hebben een heel mooie finale dag gehad. De kaarten liggen open. Voor mij is het even vakantie. En na een jaar toch hard bezig zijn, 24 uur op een dag soms, om die verkiezing tot een goed einde te brengen. Dus ik ga eerst even vakantie nemen en dan gaan we verder kijken. Oké, dank je voor het interview. We gaan elkaar zeker nog tegenkomen. En tot in een draai, zeggen ze bij ons. Oké, bedankt. Dag. Ja. Dag Patrick, jij bent het idee achter heel deze verkiezing, Miss Wellness Beauty, zowel in België als hier in Nederland. Ik weet wel dat deze het hier in Nederland doet. Hoe is het voor jou geweest om samen met deze verkiezing op te starten? Wel, het is inderdaad zo. Ik ben eigenlijk bedenken van het concept rond Miss Wellness Beauty. En Daisy had het idee om Nederland te gaan doen daarmee. Dus we hebben gezegd, ja, dat is leuk. Iemand van ons comité dat Nederland gaat opstarten. Dus dat is een hele ervaring, een toffe ervaring. Het is al iets anders natuurlijk. Het is een heel ander concept in Nederland nog dan in België. Omdat ook de mentaliteit uiteraard hier een beetje anders is dan in België. Dus het is altijd een beetje nieuwe weg zoeken. Omdat het een nieuw land is waar we toch actief willen worden. Maar ik denk dat het heel mooi is, heel geslaagd is. En dat we een prachtige top 3 hebben gezien. En de samenwerking met deze is gewoon super. Jouw finale staat binnenkort ook op stapel, hè? De 23e maart, als ik mij niet vergis. Klopt. Niet vergeten, want dan moet jij er ook zo vinden. Misschien. Als mijn chef mee wilt komen. Hoe is het voor jou nu, de aanloop naar deze finale? Wel, de aanloop naar de finale in België bedoelt je. Dat is enorm druk momenteel. Want we zijn net naar Turkije geweest een week met onze finalisten. Een ongelofelijke week beleefd. En we zijn allemaal heel relaxed teruggekomen. We hebben vandaag terug choreo gehad met de dames. Volgende week gaan we naar Esthetica in Brussel, de Esthetica-beurs. We hebben nog een aantal opdrachten opstaan. Ook naar de hoofdsponsors toe dat de dames moeten doen. Maar het is voor ons heel hectisch uiteraard. Want we willen er een prachtige show van brengen. En we zijn nu toch in België nou al uitgegroeid tot een van de grootste verkiezingen. Dus dan moeten we onze naam ook alle eer proberen aan te doen in België uiteraard. En we hebben dan ook gekozen voor een hele, hele exclusieve locatie. Altaripa 2 in Oud-Turnhout, een 17e eeuwse kasteelhoeven. Dus als we mogen geloven wat de zaakvoerder ons vertelt van Altaripa, dan moet dat een succesverhaal worden normaal gezien. Zijn er nog kaarten te krijgen om binnen te komen? Er zijn nog kaarten te krijgen tot volgende week zondag. En dan denk ik dat alles uitverkocht gaat zijn. En waar kunnen ze die vinden? Via www.misswellnessbeauty.be. Veel succes Patrick en tot de volgende keer. Dankjewel. Dag Sabrina. Jij bent finaliste Miss Wellness Beauty in België. En jij komt op bezoek bij de finale van Miss Wellness Beauty Nederland. Jij bent de enige kandidaat. Hoe komt dat? Goedemiddag voor het eerst te beginnen. Dat klopt inderdaad. Waarom ik de eerste kandidaat ben, dat weet ik niet precies. Wij komen wel juist van een choreografie, gegeven door Dave, die hier ook de presentatie heeft gedaan van Miss Wellness Beauty Nederland. Ik vind het is toch wel belangrijk, de communicatie tussen België en Nederland, om elkaar te supporteren en te steunen. Wij zijn ook gaan kijken naar de halve finale. De Nederlandse dames zijn ook naar onze halve finale komen kijken. Dus ja, ik vind het niet meer dan normaal dat we elkaar komen supporteren. En wat vind je zelf van jouw deelname bij Miss Wellness Beauty België? In één woord, ik vind het fantastisch. Het is een unieke ervaring. Het is eigenlijk heel kleinschalig begonnen in de zin van laten we eens proberen. Je weet nooit dat je erbij bent of niet. En het was gewoon een zo grote verrassing voor mij. Ik ben van elke seconde geniet ik en ik leer hier enorm veel uit. En wat de toekomst ook brengt, wat het resultaat ook wordt, dit kan niemand meer van mij afpakken. Hoe was voor jou jouw deelname aan de halve finale? Aan de halve finale, mijn deelname. Eerste woord, spannend. Een en al spanning van de eerste tot de laatste seconde. Gewoon ook voor zo'n groot publiek staan is de allereerste keer. Is toch wel even wennen, maar het is eigenlijk achteraf gezien puur genieten.
Het is die vibe die je voelt. Het is, je komt het podium op en je geeft jezelf gewoon. Iedereen, alle dames hebben gewoon zich zo goed ingezet. Het is gewoon genieten tot en met. Echt waar. Jullie zijn onlangs op reis geweest, heb ik vernomen. Hoe is die verlopen? Super. Het was prachtig weer. De zon scheen. De sfeer zat goed. Lekker eten. Het was een prachtig hotel. In één woord, ik ben gewoon super dankbaar dat ik deze mag meemaken. Turkije was echt iets om nooit meer te vergeten. Dat is denk ik een droom van elke meisje, van elke finaliste om zoiets te mogen ervaren, meemaken. Dat is echt wel uniek, want niet elke misverkiezing biedt zo een prachtige reis aan. Ik bedoel, een hele week naar Turkije, dat is toch wel... Wauw. Ja, ik was ervan verschoten. Echt waar. Jij zou dus in ieder geval andere kandidaten die in jullie branche zitten en die denken om mee te doen aan zo'n verkiezing, jij zou het je wel aanraden om zich in te schrijven? Zeer zeker, maar uiteraard wel dames die bezig zijn met de wellness- en beauty sector natuurlijk. Want je moet wel een link hebben om aan deze misverkiezing deel te nemen. Het is een misverkiezing van 18 tot 40 jaar, dus ze kijken niet echt naar alleen maar jongere dames. Je mag gerust een klein beetje ouder zijn. En het is ook een misverkiezing waar ze niet alleen op zoek gaan naar een mooi snoetje of het perfecte figuur. Ze kijken ook naar het innerlijke, naar je presentatie, je houding. Het is gewoon zowel de binnen- als de buitenkant dat telt. Dus dat vind ik, dat spreekt mij enorm aan in deze misverkiezing. Wat is jouw grootste motivatie om deel te nemen? Mijn grootste motivatie is eigenlijk voor mezelf, om hier beter uit te komen natuurlijk. Mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid. In het begin zei ik tegen iedereen, sorry, of nu, als ik iets wil vragen, stap ik gewoon op iemand af. En dan stel ik gewoon mijn vraag. Mijn motivatie is ook om iets te betekenen voor andere mensen. Als ik deze misverkiezing zou winnen. Ik wil heel graag de wellnesssector vertegenwoordigen als ambassadrice. Ik wil mensen laten merken, laten zien van wellness is belangrijk voor jezelf. Het hoeft niet altijd veel geld te kosten, maar jezelf verzorgen is gewoon enorm belangrijk. Je ontspant je erbij, je voelt je er veel beter bij. Ook voor, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen wil ik graag toch wel even een boodschap duidelijk maken. Kom aan mannen, we zijn 2014. Het kan geen kwaad om je eens een lekkere massage of een huidcrème of dagcrème. Ik vind mannen de dag van vandaag dat ze dat ook mogen doen. Sabrina, ik zie dat jij je flyertjes in je handen hebt. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Dit zijn de persoonlijke flyers die we gekregen hebben van de organisatie en de sponsors. Mijn naam is dus, zal ik me nog even voorstellen, Sabrina Batens. Ik ben nummer 2 en jullie kunnen nog altijd tot volgende week donderdag stemmen op mij via www.misswellnessbeauty.be. Dus bij deze, stem op nummer 2 en jullie doen mij een super groot plezier. Hartelijk bedankt en tot binnenkort. In ieder geval, als ik zo jou bezig hoor, dan ben ik verleid om mij direct aan te bieden om een massage te krijgen of gelijk wat. Dus ik denk dat ze aan jou in ieder geval een goede ambassadrice zouden hebben. Ik wens jou nog ongelooflijk veel succes met het verder promoten van jezelf. En misschien zien we elkaar wel op de finale, hè? Hartelijk bedankt alvast dat jij hier ook aanwezig bent. Hartelijk bedankt voor dit interview en inderdaad tot de finale. En, nog iets vergeten te zeggen. Het is gratis, dus iedereen stemmen alsjeblieft. Elk e-mailadres is 1 stem. Dus alsjeblieft, het is gratis en jullie doen mij een super groot plezier. Mwah.